Oh, dat is toch een schone film. Xavierke? Ja, zeker. Die Richard Gere, dat is zo'n romantische type. Allee, ik word daar helemaal warm van. En jij? Wel, nu dat je het zegt, zie. Ja? Wil ik de chauffage wat afzetten? Nee, ja. Ik denk dat je mij verwend. Maar nu begrijp ik het, Carmenneke. Wacht. Kom. Woep. Oh. Doe die boogjes toe. Ja. Tink, komt er nog iets van Casanova? Lietje. Doe die oogjes maar terug open. Voilà. Iets beter om af te koelen hebben ze nog altijd niet uitgevonden. Oh, ik heb groot gelijk. Hier zijn ze. En? Heb je ook naar Pretty Woman gekeken? Oh ja. Mijn Mark die werd er helemaal enthousiast van. Xavier ook? Onze Xavier? Die had al slaapmiddeltjes bij op ons huwelijksreis. Oh, Carmen. Maar het is toch een lieve. Ja, voor zo'n parkieten, ja. En ik die zo'n passionele vrouw ben. Oh, alleen een echte vulkaan. Je gaat hier in het café toch niet tot uitbarsting komen, hè? Moest ik eens een echte man tegenkomen, hè? Ik zou het wel weten. En hij ook. Amai. Carmenneke, ik ben hier toch? Oh. Ze heeft het wel over een echte man, hè, meneer Boma? Ja. Mijn gedag. Vandaag Bieke, 5 puntjes. Wel. Is die training al gedaan? Ja. Oh, maar zeg, dat is vlakke zon daar buiten, hè. De spelers zijn uitgedroogd. Bieke, een dagschotel. Ik ben de gazette aan het lezen, hè. Ja, maar geef mij dan toch de sportbladzijde. Ik moet op de hoogte blijven van de nieuwste technieken, hè. Ja. De nieuwste technieken? We zijn juist met 5 bros verloren tegen de laatste van het klassement. Tja, ik dacht dat wij de laatste stonden. Ja, dat wordt erger en erger met u, Xavier. Ze liepen allemaal te slaapwandelen op dat veld. Is dat uw nieuwe tactiek? Ja, in ons bed is dat zijn enige tactiek. Ja, je zou beter voor wat meer supporters zorgen. Straks gaat het café nog failliet. Och, zeg, overdrijf het allemaal, hè. Hier, ze. Zijn blij dat we niet te veel supporters hebben. Club moet de deuren sluiten wegens supportersgeweld. Ah, dat zal nu bij ons toch niet zo vlug gebeuren. Hier sluiten ze de deuren pas als het fataf is. Zelfs de bemiddeling vanwege de voetbalbond leverde niets op. FC De Victorie moet wegens supportersgeweld de deuren voorgoed gesloten houden. Ik heb toch ook altijd tegenslag, hè? Ja, waarom? Hadden dat toch even goede kampioenen kunnen zijn die moesten sluiten? Alleen hebben die geen supporters. Zolang er leven is, is er hoop, Doortje. Hoop! Ja. Goeiedag. Zijt u samen? Ja. Dat is wel een derde keer in 2 weken. Kijk, dit is... Kalm houden. Mijn infrastructuur is juist afbetaald, hè? Ja, maar dat is ja. Niks, hè. Gaat je hem repareren, ja of ja? Ja, direct, ja. Oei, je hebt precies een paar vijzen kwijt. Ik zal die wel moeten bestellen, hè. En hoe lang gaat dat duren? Een week. Een week? Allee, een week dan. En hoeveel gaat dat grapje kosten? 20.000 frank. 10.000 frank. Ja, voor moeder kan ik het echt niet doen, hè. Is te veel. Is te veel. Kom, we zijn weg. Zeg, wacht eens. Als ik de reparatie nu eens gratis zou doen, hè? En jij bewijst mij een tegendienst. Wij zijn een toffe gij. En wat zou dat dan wel moeten zijn? Het enige wat je moet doen is gaan supporteren voor een voetbalploegje en de mensen een beetje slika jagen. Ah ja, ik denk niet dat ik... Ah ja. Bon, we doen het. Maar wij gebruiken geen geweld. De veter kan soms nog wel eens te wild worden. Ja. Zelfs nu een klein beetje. Moet hem eens een voorsmaakje geven? Nee, geen geweld. Bon, dat is dan afgesproken. Tof een boy. Het is Dimitri. Boe. Jij bent een geestige mens, hè? Kom, we zijn weg.
Tof een boy. Die kampioenen gaan afzicht. Leo? Zou dat kunnen, Frank? Geen probleem, jongen. We gaan ons gewoon een beetje amuseren. Wie zei dat? Ja, ga je dus vragen, hè? Of heb je schrik misschien? Ik, hè? Dat ex paracobando. Ja! Kan niet zijn. Ja, maar ik heb niet de eer u te kennen. Ah, wij zijn de spionkop van die Geelier. Heb je daar problemen mee? Nee, nee. Ik ben voorzitter van die Geelier. Maar ik hoor nu zo van u... Ik hoor nu zo zingen en ik zeg, ja, wie zijn dat? Ja, we zijn dat hier niet zo gewend, hè. Ja, het is daarom dat de mannen zo lopen te slaaphandelen, zeker. We maken u ongerust. We schudden ze wel wakker, niet waar, Fred? Allee, Marekske, gelijk op de training! Je kunt het! Zeg, zijn die vallen mijn markt lastig, hè? Kom, Bieke, we gaan ze uw vetjes geven, kom. Pas op, hè, Carmen, dat zien er zwaar mannen uit. Ja, dat zei jij van de nieuwe onderpastoor ook. Kom. Zeg, ogen maar niet de bosapen. Moet ik die toeterkje eens afpakken? Ja, ze trap het hier op. Tja, die Barbie-popjes kunnen spreken. En als ze niet zouden kunnen zwijgen, hè? Ja. Wat zegt jij van ons? Als je binnen de 5 seconden niet excuseert, dan zal het uw beste dag niet zijn, hè? Ja. Ah, jij wilt dat ons excuseren. Ja. Goed opletten, hè, want ik ga het maar 1 keer zeggen. Hooligans bij de kampioenen, die gaan toch niet naar het café komen? Onbeschofte boerenpummels, ja, dat zijn het. Nou wel, ons neerroken heeft er bijna een attack van gekregen. Zo'n mannen blijven komen en dan shot ik niet meer mee. Groot gelijk, Mark. Ja, zo valt er niet te spelen. Wat gaat je daaraan doen, voorzitter? Dat is weg voor een trainer, hè. Wat gaat je daaraan doen, trainer? Oh, die mannen gaan dat wel beu worden, hè. Weet je wat wij nodig hebben, hè? Een steward. Allee, zeg, dat is hier toch geen vliegveld? Bieken heeft gelijk. Alle grote clubs die hebben tegenwoordig stewards om hun fans te begeleiden. Hè? Maar gaat dat hier wel werken met zo'n gevaarlijke bullebakken? We kunnen dat eens proberen. Ja, hoe graag gaan zo'n steward? Dat is weg voor de trainer, hè? Huh? Xavier, jij zorgt ervoor dat er hier volgende week een steward is, hè? Om die hooligans in bedwang te houden. Ja, maar dat is toch allemaal niet nodig, zeg. Dan reken ik nog liever zelf af met die gasten. Gek, Xavier. Ja, je neemt me de woorden uit de mond. Zeg, jij denkt zeker dat wij in het leger nooit eens problemen hebben met boelzoekers. Maar die gasten, die moeten keihard aanpakken. Ze hebben geen compassie, hè. Als die hier zouden binnenkomen, maar ik zou ze... Wat zouden jij? Ik zou... Pintje trakteren. 3 toefries. Boma Vleesindustrie NV. Nee, Boma, nu heb ik er genoeg van, hè? Maar wat, Dimitri van de Vrouwen? Nee, nee, die hoelig is van u. Ze vallen mijn cliëntijl lastig. Maar ik ga u precies aan doen, hè? Of het zou moeten zijn dat je mij uw veldzout verkoopt. Dimitri, je moet je niet ongerust maken. Die Oligans, die zullen het binnenkort wel afstappen. We krijgen een steward bij de kampioenen. En als je mij nu wilt excuseren, dan very busy. Dan word ik toch geen vliegpijn, zeker? Ja, Xavier had er al mogen geweest zijn, is zijn steward bijgedacht. Ah, ik wist niet dat hij al iemand had. Via een collega boefer. Het schijnt een stoere gast te zijn, hè? Een buitenwipper in een dancing. Oh, als mijn Xavier hem gevonden heeft, dan zal het wel een dancing van de derde leeftijd zijn. Ja, dames en heren, alsjeblieft. Mag ik u voorstellen, Leslie de Dekker, steward van FC de Kampioenen. Ja, bravo, bravo. En het valt er mij nu niet meer mee lastig, hè. Dank u wel, dank u wel.
dames. Leslie? Leslie den Dekker? Ik ben het. Carmenneke? Maar Carmen, kom hier, ga aan de kleine tafel. Leslie! Als je die holigans even stevig afpakt, hè. Kende jij elkaar? Leslie, ja. Dat was mijn eerste lief. Ja, en ik ben hem nooit vergeten, hè. Ja, wij Carmen en wisten met u, hè. Ja. Ze is getrouwd. Met mij. Ja, dan kan ik begrijpen dat je me nooit vergeten bent. Allee, genoeg gelachen. Leslie, hoe is het jou? Heb jij een beetje een ervaring als stuwert? Dat is zeker, dat. Ik weet dat je zo'n mannetjes moet aanpakken. Eerst psychologisch. Hè? En als dat niet helpt, kroket. Oh. Het is een echte, het is een echte. Leslie zal u wel eens iets laten zien. Ja. We zijn een achterkant, liefst. En liefst zo snel mogelijk. Oh, nee. Oula. Nee, laat Leslie maar doen, Paul. Kom. Oh, ja. Oh. Tja, het is hier stil. En wij willen muziek. Rap. Ja, Mozart. Nee, rap. Jawel, rap. Mannen, het is goed geweest, hè? Sport is tof. Laat ons het zo houden. Hm? Wie zijt je? Ik ben de steward. De steward! Uw vlucht gemist, manneke. Je hebt er zelf om gevraagd, hè? Kia! Dat kan ik ook, hè? Ja, doe je! Zeg, ja, en nu is het genoeg. Maak dat gallet weer buiten zijn of ik bel de politie. Oei, Frank, politie. Rustig, Fred, we zijn weg. En rap. Gewoon niet toch al tegen te steken. Wel, waren dat uw spieren of uw hersenen die niet goed mee wilden? Ja, we zijn niet erg onder de indruk, steward. Mijn gedacht. Zeg, laat Leslie gerust. Dat is allemaal tactiek, mannen. Nu ken ik een zwakke plek, zowel fysisch als geestelijk. De volgende keer gaat je daar geen problemen meer mee hebben. Wij niet, maar jij. Jij, manneke. Ik ben specialist kung-fu, hè. Ik zal u eens wel laten zien. Allee, probeer mij eens te raken. Maar met alle plezier. Oh, kijk dan, even een bril. Ja, probeer mij eens te raken. Ja. Kom maar. Komt het nog wat van? Leslie, ja. Doe het er niet zeer. Kijk! Doe het nog zeer, Leslie. Och, Carmen. Zolang ik door u verzorgd word, voel ik mij in de zevende hemel. Jij weet tenminste wat je tegen een vrouw moet zeggen, hè? Je hebt dat of je hebt dat niet, hè? Zeg, waarom ben je eigenlijk met Xavier getrouwd? Dat vraag ik mij ook elke dag af. En jij, zei jij? Hoe kon ik ooit met iemand gelukkig zijn nadat ik u heb gekend, Carmen? Oh, hoorde dat hier ook? Hè? Precies Richard Gere? Als je ooit eens iets tekort komt. Je bent nog altijd dezelfde charmeur als vroeger. Hè? Ik zal iets anders halen voor je oog. En ons neerroken zal u wel gezelschap houden. Neerroken. Kom, maak dat gewekse vuile vlooienbak. Lief, hè. Een rauwe biefstuk zou beter zijn, maar ik heb alleen maar koteletten in huis. Carmen. Je hebt mij nog geen antwoord gegeven. Leslie, ik ben getrouwd, hè? Hé, fout. Je had moeten zeggen, gelukkig getrouwd. Oh, dat is schoon. Precies William Hurt in Body Heat. Ja. Je hebt die film ook gezien? Oh, ja. Hé, hey, Carmen. Zouden wij eventueel het vuur van onze passie opnieuw kunnen doen ontbranden? Oh, pas dan maar op dat u kotelet niet aanbakt. Ik moet iets drinken. Oh ja, het is goed. Een cocktail. Ja. Naar een Bloody Mary. Ja. Carmenneke, ik ben thuis. Zeg, dat was nogal een afgang voor onze steward, hè? Zo'n sul. Ja. Wat ligt hier daar te doen met mijn avondeten op zijn gezicht? Zeg, Egoïs, die sukkelaar is gekwetst en dat is allemaal de schuld van uw keeper. Je hebt een fantastische vrouw, Xavier. Pas maar op dat je ze niet kwijtgeraakt. Oké, Leslie, zeg, niet overdrijven, hè?
Zou jij niet beter naar het café gaan? Nee, ik blijf thuis vanavond. Het is een echt schatje, hè, uw hondje. En dan altijd maar zwanzen over vroeger. En hun liefdesliedjes van in den tijd zingen van... Oh, Cathy, Cathy. Weer pubers. En hebt u al eens afgevraagd waarom dat Carmen die Leslie zo graag heeft? Hm? Omdat hem allemaal van die romantische zever uit zijn botten slaat, zeker. Jammer, vrouwen zijn daar zot van. Ja. Xavier, je moet Carmen laten weten dat ik haar graag ziet. Hoe moet dat weet ze toch? Ze is te lang vergeten, mijn gedacht. Als hij hier binnenkomt, hij geeft haar dan een complimentje. Wat moet ik dan zeggen? Iets lief, iets origineel. Ja. Vergelijk er eens met het schoonste op aarde, maar ze zal die Leslie niet meer zien staan. Ja. Denkt hij? Hier, je zult direct gaan weten. Goedemiddag iedereen. Nou, goedemiddag allemaal. Voor mij een porto en voor de Leslie een blotte merrie. En voor mij? Jij hebt er al genoeg binnen. Carmen, ik moet ook naar de wc. Ja. Braaf zijn jij, hè? Oh. Ja, ik zeg niet. Carmen. Carmen, je ziet er goed uit vandaag. En anders niet? Toch wel, toch wel. Je bent nog altijd even schoon als de dag dat ik u voor de eerste keer gezien heb. Echt waar? Ja, uw ogen, hè. Uw ogen zijn als twee schuimende dagschotels. Hier zijn we weer. En, heb je ons gemist? Ja. Jawel, twee pintjes van het huis en rap. Frank, ik heb zin in het feestje. Het feest is afgelopen. Wat die mensen niet gerust laten. Wel, 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 wie dat we daar hebben. Old Blue Eyes. Fred, apport. En nu krijg je juist geteld 5 seconden of ik ga mij heel kwaad maken. Oké, maar laat mijn vriendje gerust, hè. Spelbedervers. Allee, Sappo. Dat trekt er al beter. Heb je gezegd dat het gewoon een kwestie is van je zwakke plekken te leren kennen? Kom hier, mijn held. Oh, Leslie. Ja, ik zag jij. Je hebt dat of je hebt dat niet, hè, jongen. Zo'n romantische type, hè? Ja, en je moest eens weten waar dat hij overal spieren heeft. Oh. En Xavier. Xavier? Nee. Xavier die zit in de put, Carmen. Hij is heel jaloers omdat jij zo met je Leslie flirt. Ten eerste is dat geen geflirt. En ten tweede heeft meneer zijn kans gehad. Al 15 jaar lang. Je bent verliefd, Carmen, en dat verblindt. Ja, je gaat zotte dingen doen. Ja, maar dan wel plezante zotte dingen, hè? Carmen, die Leslie is een macho. Je ziet zo dat hij niet te vertrouwen is. See, ik heb nu eindelijk een held gevonden, hè, zoals in de film. En ik laat hem mij door niemand afpakken. Hè. Je speelt met vuur, Carmen. Ja, ja, maak u geen zorgen, ik ben van asbest. Carmen, die films zijn bedrog. Dat is allemaal niet waar en die mannen die bestaan niet. Ja, daarom heb jij een bamboestok gekozen, zeker. En daarbij, je bent allemaal jaloers. Maar ja, wat dat je niet hebt, kun je ook niet krijgen, hè? Salut. Oh, hoor daar, ons filmster. God. Bon, wij moeten Xavier helpen, want voordat je het weet, hè, zitten we met een scheiding op ons dak. Ja. Ja, wat kunnen we doen? Ze is stapelverliefd op die Leslie. Ja, die misschien wel een goede steward is, maar die geen smaak heeft. Ja. Je hebt haar gehoord, hè? Ze willen een held, dus moeten wij van Xavier een romantische held maken. Oh. Dan kun je evengoed van mijn Billy een minister maken. Ja. En dat schenkt je in bij het hoofdgerecht, ja? Ja. Je zei toch zeker dat ze graag scampi's eet? Ja, dat is haar lievelingsgerecht, hè. Allee, buiten kreeft. Voilà. En dit kostuum moet gaan doen met deze hemd en deze strikje. Ja. Kijk, een kwartier opwarmen in de oven op 180 graden. Kun je dat onthouden? Ja, een kwartier op 180 graden, hè. Voilà. Ja.
En dit zet je op als ze binnenkomt, ja? Ja. Begin met dat nummerke, want dat hoort ze heel goed. Dat nummerke. Ja. Ja. En je zorgt dat er bloemen zijn en je zet een kaars op tafel. Een kaars en bloemen op 180 graden. Ja. En zorg voor de juiste sfeer. Laat haar voelen dat je hem haar geeft. Xavier, dat is voor een vrouw heel belangrijk. Ja. En zij charmant. Ja, en een beetje grappig. Ja. Heb je dat nu allemaal begrepen? Ja. Die schampies, op hoeveel graden was dat? Potver, ze is er al. Stampjes op 280 graden, dat klopt. Wat schattige, je bent er al, eindelijk. Waar had je niet van wacht? Ja, maar ik heb dat verplaatst om u lekker te verwennen. Kom, doe de jas uit en ga lekker zitten. Ja, maar ik heb afgesproken. Deze zou je graag moeten horen. Xavier, had ik geweten dat jij thuis was. Schatteke, dan... maakt u geen zorgen. Je bent precies op tijd. Een goed glasje wijn, dat zal u goed doen. Hola. Fots. Zo zeg. Wat brandt er hier aan? Wat brandt er hier aan? Wat brandt er iets aan? Wat is dat? Schampies op 280 graden. Xavier, als je nu eens luisterde, hè, dan kon ik zeggen dat ik met Leslie was afgesproken om kreeft te gaan eten. Omdat jij toch in de kazerne waart. Ja, maar... Ja, hier zei hij, is er. Ja, Sjoeken, ik moet weg. Hè. Carmen, wacht. Hier, ze. Die zijn voor u. Grisante? Zeg dan van de eerste keer dat je mij op kerkhof wilde. Hopeloos gebouw. Jij zijn een zakenvent. Oh, ik had die hooligans moeten zien lopen, ja. Die Leslie die weet wel hoe hij dat soort mannen moet aanpakken. Allee, dat is tof. Het is alleen spijtig dat hij Carmen niet gerust kan laten, toch? Doortje, ik betaal u niet om hier te staan roddelen, hè. Jij betaalt mij gewoon niet, slavendrijver. Boy, is ons machine bijna klaar? Shh, straks hoort mijn secretaris en alles. Geef ons machine terug en we laten u direct gerust. Ja, dag Jan. Nee, het is Fred. Je had dan beloofd dat je de kampioenen zou lastigvallen. En niet dat je zou gaan lopen van een stomme stes, hè. Maar die steward, dat is een harde, hè. Oh. Dat doet er niet toe. Ik wil resultaten. Bon, u zult ze krijgen. Maar dan willen wij nieuwe banden op ons machine. Ja, drie, hè. Ja, zeg. Of zullen we het uw secretaresse gaan vertellen? Nee, dit is in orde. Tof een boy. Tof een boy. Dus DDT heeft die mannen ingehuurd om hier boel te komen zoeken? Ja. Hij hoopt waarschijnlijk dat de kampioenen gaan stoppen met shotten als er te veel problemen zijn met de supporters. Hè? Daarvoor hebben wij dus een steward. Ja. Als Xavier Carmen kwijtraakt, hè, is dat DDT zijn schuld. Ja, maar dat kunnen wij niet laten gebeuren. Nee. Laat mij eens denken. Ja, de liefde moet van twee kanten komen, hè. Trek het u niet aan, Xavier zal wel bijdragen. Langs welke kant? Bij gedachten. Moet je schoen laten voelen wie dat de baas is. Goed ben je vet op tafel slaan, biljaar. Hoort een macho. Ja. Gaat jij dat proberen met ons Carmen, voorzitter? Ja, maar een gedachte lekker ladder, Xavier. Hier! Supportersgeweld! Populair zijn is plezant, hè, Fred? Ja, heel plezant. Nou wel, waar blijft hem nu, uw Schwarzenegger? Ja, u is een bok. Je moet niet bang zijn. Wij zoeken alleen maar wat vrouwelijk gezelschap voor een Turke op ons machine. Nee, merci. Geen vrijwilligsters? Dan zal ik er zelf eentje moeten aanduiden.
Die rossentijger, dat ziet er mij veel weiniger uit. Inpakken, Fredje. Blijft mijn poten van mijn vrouw. Oh, la 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 la, meneer heeft een grote mond. Fred, manieren leren. Oh, was dat daar? Xavier, precies Jean-Claude van David Klein. Ja. Hey, daar hebben wij nooit van Xavier gedacht, Emma. Nee, zeg dat wel. Goedemiddag allemaal. Oh, Carmen, als ik u zie, krijg ik altijd zo'n goesting. Ja, maar ik niet. Laat mij door dat ik met mijn Xavier ga. Carmen, blijf maar hier, hij zal wel terugkomen. Nee, nee. Carmen, drink eerst iets om te bekomen. Ik kom. Zal dat ik mijn poes druk, mijn held. Jij stamt er ook niet naast, zeg. Ja, dat is mij. Al die voetbaltrainingen natuurlijk. Zeg, mannen, hoeveel moet ik u? Oh, oh, laat maar zitten. Jij moet niet betalen. Oeh, ja, Bieke zei toch van... Alsjeblieft, hè, zeg. Het is erom dat jij in de miserie zit. Ja, je bent een toffe gij. Allee, dan. Zeg, je hebt het gezicht van je vrouw gezien toen Fred haar vastpakt. Oh, zeg. En als ik op zijn kop klopte, haar ogen vielen bijna uit hun kassen. Allee, ik ben blij dat je goed hebt kunnen lachen. Godverdomme, Carmen, wacht. Nee, niks van. Ik kan dat allemaal uitleggen. Leslie, als je wilt, dan vertrek ik onmiddellijk met u voor altijd. Carmen, ik zou niks liever willen. Oh, Leslie. Ja, Xavier heeft het hier weer goed gearrangeerd, mijn gedachte. Carmen, wat scheelt er? Wat er scheelt, ja. Heeft mij goed liggen gehad, ja. Het was allemaal een kompin, mijn held. Dat komt ervan, van uw vrouw te bliegen, hè, Xavier? Ja. Carmen, Xavier kan er niks aan doen. Het was ons idee. Eigenlijk was het mijn idee. Carmen, DDT heeft die Fred en die Frank ingehuurd om hier wat boel te komen maken. En Doortje is dat te weten gekomen. Ja. En wij dachten hè, dat Xavier je zo kon terugkrijgen. Voilà. Ik heb dat allemaal met die gasten geregeld. Ja, Xavier heeft er niks mee te maken. Luister, hè. Je zult van ons geen last meer hebben. Dat spel is een beetje uit de hand gelopen, hè, Fred? Ja, ja, zeg dat wel. Ja. Wij moeten alleen nog maar een beetje geld komen incasseren. Hè, Leslie? Nu nee, mannen. Hoeveel was dat nu weer om te doen alsof wij schrik hadden van u? 6000 frank, Fred? 7000 frank, Frank. Wat? Ja. Heb jij daar ook? Oh, jij schijnheilig, Charminkel! Ik kan het u uitleggen, Carmen. Ja, maar ik u ook. Spijt me, Carmen, maar ik wou u echt niet kwijt. Oh. Oh, het is goed voor één keer, hè. Pieke, je hebt gelijk, hè. Die mannen van in de film, die bestaan niet. Hier, dat is voor u. Was dat ook deel van uw plan? Een romantisch weekend voor twee in de Ardennen. Oh, mijn pufferke Gavier! Pas gammetje, op het Ardennen-offensief van Xavier, tournee-generaal! En rap!